Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD Warmoor. En vandaag ga ik op pad met deze video gemaakt door Team MOH, MOH Aalsmeer, ook wel beter bekend als je weet zelf. Ja, vandaag dus met deze video. En we gaan meteen. Oh, we krijgen een. Oh, daar kan ik niet tegen, hè? Rijdt alsjeblieft prio 1. Ja, ja, rustig. Kogel weer een kort. Ja. Kar, prio 1 nog maar. Oh my god, nog maar 55 seconden van 2 kilometer. Doe normaal, grap. Dat is niet te doen. Challenge accepted trouwens. Ja, nu gaan we echt karren, hè. Gelukkig is hij redelijk snel. Ja, de Vito is iets anders dan die van ministerie van Mots. Ministerie van Mots had een Vito. En die was in principe nog niet helemaal gebaseerd op de Vito die zou komen. Die hadden hem zeg maar al, geloof ik, gemaakt toen... wacht even, ik moet even concentreren. We hebben nog 13 seconden. Oh shit. Oh ja, we gaan tegengesteld rijden. Yo, kan gewoon. Oh ja, een motor. Oké, ze zijn weg aan het rijden. Godnonde. Die motor, of die Vito, die was toen gemaakt toen het officiële concept van de Vito nog niet uit was. Zo, daar ben ik weer. Het ging ineens allemaal heel snel allemaal. Conclusie, we hebben de verdachtes, neem ik aan, niet meer aangetroffen. Die reed eruit. Wat ik nou wilde zeggen, de Vito van het ministerie van Mots, die is gemaakt op basis van gedachtes waarschijnlijk. Ze wisten ongeveer geloof ik hoe die uitzag. Sorry ministerie van Mots, als jullie nu echt denken van what the fuck zeg jij allemaal. En deze Vito is inmiddels dus pas gemaakt, dus die lijkt er alweer wat meer op. Echter weet ik het niet 100% zeker, maar klopt die nog niet helemaal. Maar misschien zeggen jullie ook van jawel, dat is hem 100%. Dan zit ik fout. Maar voor mijn gevoel is dat ook weer iets hier wat niet klopt. Maar nogmaals, ik weet niet wat, sorry. Hij heeft nu in ieder geval de nieuwe striping. We gaan lekker onze dienst dus vervolgen. Geen overvallers meer aangetroffen. De reden van het stopteken is dus het door rood rijden. Meneer heeft voor mij een rijbewijs. Die is ingevorderd, dat is niet zo mooi. Dus daar krijgt hij wel een vraag natuurlijk voor. Ik zeg van waarom rij je om een ingevorderd rijbewijs? Nou, hij zegt van een ingevorderd rijbewijs dat houdt eigenlijk niet zoveel in. Zal ik maar even vertalen. Hij zegt dat is een mean match in de boek. Ja, dat kun je niet echt vertalen zeg maar, vind ik. Ja, daar gaat hij wel een bekeuring van krijgen. Dat is natuurlijk driving on suspended license en running on red light. En dat zijn flink wat bekeuringen. En dat, of, nou, dat is een flink bedrag. Je mag wel uitstappen. En luister, ik krijg ook het gevoel dat jullie iets van drugs hier in het voertuig hebben ofzo. Dus ik ga wel even de voertuig doorzoeken. Nee, die knop bestaat niet meer. Of wel? Beste meneer, man, meneer. Sorry. Heb jij van mijn rijbewijs? Hij is dood. Nee, ook suspended. Dan mogen jullie bijna niet verder rijden. Dan let... Meneer, sta nou op. Het valt allemaal wel mee. Boys, let er beide op. Dat als ik dadelijk mijn weg ga vervolgen en jouw vriend wakker is, dat jullie niet verder gaan rijden. Zowel hij als jij mogen niet rijden. Daar gaat een gestolen voertuig. Ik hoor hem. Al. Gassen. Ja, die gaan we niet meer treffen, denk ik. Nee, hij is al weg. Nou, in ieder geval. De heren. Au. De heren daar mogen niet verder rijden. Het gestolen voertuig heb ik niet meer gezien. Dan gaan we door. Medical aid requested. Possible car accident achter ons.
Oh, 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 oh. Ze gaan weer knokken. Wij gaan toch niet knokken, boys. Wat is dat nou? Kom eens hier, piepotje. Stop fighting now. Put your hands where I can see them. Wat is hier gebeurd? Zijn jullie allemaal oké? Nu zegt één iemand. Maar mijn rug doet een beetje pijn, maar ik denk dat ik wel oké ben. Zegt de andere. Nee, ik ben niet oké. Ze gingen vol in de remmen voor me. Ah, oh, wacht, mijn... Ja, goed. Wat jouw vriend? Wat jouw... Kappen nu. Wat jouw broer. Wat doe je nou, Wim? We zitten... Bro! Oh my god. Kom hier. Bro, au! Handen omhoog. En op je knieën zitten. Helemaal klaar ermee. Als ik een taser had, was je getaser. Als ik wapenstok had, heb je al een klap voor je harses gehad. Nu heb je een paar trappen gehad. En ben je ook nog eens aangehouden. Luister, beste kameraad. Jij gaat met mij mee. Ik ga je nog fouilleren. Je bent helemaal ram loco jij. Denk bij die bij me hebben, bla 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 bla. Ja, oké. Nee, wel niet. Ja, nee, oké. Hij is een beetje verward en gedesoriënteerd. Misschien is hij dronken. Hij heeft pepperspray bij. Dat is verboden, vriend. Als je verboden wapenbezit ben je bij deze ook voor aangehouden. Mishandeling als hij aangifte wil doen. Dan wel doe ik het. Ik ga je nog even laten blazen. Ja, te veel geblazen. Dus boom is ho. Blazen is boom. Jullie snappen me wel. Transportje. Goeiedag meneer, dag meneer, beste meneer, meneer man. Ik ga u ook even laten blazen. Want boom is ho en boom is blazen, zeggen we altijd maar. Dat is verhoord. En u bent helemaal nuchter. Even een paar klappen gehad. U kunt aangifte doen tegen de beste meneer daar. Wil u dat doen, dan mag dat dus op het bureau. Wat doe ik nou? Shift O, ik laat hem meer blazen. Het zou grappig zijn als hij nu wel heeft gedronken. Ik weet niet waarom shift O. Staan blijven. Als je deze kant op komt, dan krijg je een klap van je hart. Dat wil je niet weten. Je gaat niet meer in de buurt komen van deze verdachte. Dan van deze meneer. Hoppakee. Nee, wat kom je nou doen, vriend? Je hoeft mij niet te volgen. Hoi. Twee takelwagens en wij zijn er weer van tussen. Kijk eens daar, Nederlandse takelwagens. Jullie zijn toch trots op me. Nee, stop. Oh, nee. Boom is ook hoog hier, hè. Ook voor jullie. Toet, toet. Oh, daar komt hij weer. Helemaal klaar met jou. Vlucht nu het nog kan. Dadelijk zit hij bij mij achterin. Kan ik gewoon een transportje gaan vragen voor hem. Kan ik hem zelf brengen, beter gezegd. Ik hoop dat het dan een collega was, hè. Ja. Ah, dat mag ook niet. Oh, 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 we krijgen een melding van een fietser op de snelweg. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Iemand die hier fietst. Oké, nu gaan we natuurlijk niet zeggen van hier stoppen en niet verder. Dan ga ik ook meteen meenemen naar die parkeerplaats. Daar rijdt ook een motoragent bij hem. En dan ga ik hem direct hier van die snelweg afgooien. Zo, ja, dat duurde even. Goeiedag, schotel. Het is voor mij een identiteitsbewijs. Je hoeft geen rijbewijs. Schietsvra. Goed.
Waarom rij je op deze weg? Omdat ik niet in staat was om te... Wat? Omdat ik niet in staat was om te rijden, auto te rijden. Ja, dan ga je toch niet fietsen over de snelweg? Heb je gedronken? Ik ben zo dronken als maar wat. Oké. Heb je ook drugs gehad? Heb je gevaarlijke voorwerpen bij? Nee. Oké. Ik ga je laten blazen. Want dronken fietsen op de snelweg... Ja, dronken fietsen op de snelweg mag natuurlijk ook niet. Blazen. Oh, maar dat gaat ook niet. Is helemaal goed voor ons. En even een drugstestje. Oké, nou goed. Dangerous cycling, ja dat sowieso. Dan krijg je een bekeuring voor het gevaarlijk fietsen. Je bent nu van de snelweg af en je gaat hier dadelijk oversteken. Of daar naar links, maar niet verder. Of via het strand, dat is natuurlijk het beste. Daar is een fietspad. En ik raad je ook aan om verder te lopen. Ik weet niet of, als ik nu weet dat hij gedronken heeft, of ik hem nog verder mag laten fietsen. Dat mag geloof ik ook niet. Je mag niet dronken op een fiets zitten. Dat is geloof ik ook niet toegestaan. Ook al doet iedereen het na een avondje stappen. Dan is het altijd niet naar huis rijden. Nee, ik fiets. Oh ja, dan is het goed. Nou, fietsen mag geloof ik officieel ook niet. Deze melding is ten einde. Goed werk. Nou, ik ga nog even door. Laatste melding. Echter ga ik nu wel eerst eten. Want ik heb honger. En ik ben alleen thuis. Dus ik moet voor mijn eigen eten zorgen, tenzij het ineens dadelijk op tafel staat. Maar dat betekent dat er een inbreker hier was. En dan vertrouw ik dat eigenlijk niet helemaal. Dus ik ga maar eens aan de slag en ik zie jullie zometeen dus gewoon bij een melding. Jullie merken daar verder natuurlijk helemaal niks van. Zo, daar zijn we weer. En we gaan door naar de laatste melding. Ondertussen ben ik zelf, zoals ik al had gezegd, gaan eten. En ik kom dan weer terug. Of ja, eigenlijk ben ik een dag later teruggekomen. En ineens doet het EUP menu het weer niet meer, dat is vet irritant. Dus wat ik nu heb is dat ik, oh, heel dicht op deze auto zit eigenlijk erin, zie ik. Tot dit niet echt Wim is. Ja, boeit me niks dat ik die ram. Het is niet Wim, het is een soort collega van hem die super veel op hem lijkt. Maar ja, het EUP menu doet het dus even niet. Dus we gaan nu achter deze motorrijder aan die je gewoon inhaalt zonder helm rijdt en waarschijnlijk ook nog de rood gaat rijden. Nu kan ik er niet echt toetsen, want als ik een stopteken geef gaan ze automatisch de rood. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Hier stoppen vind ik niet echt logisch, dus volgen. Ja, dus ja, dat is weer een kwestie van even fixen en dat ga ik zo meteen ook doen. Valt me wel op dat ze allemaal nooit meer wegrijden bij LSP van 0.4.3 of 0.4 zal ik maar even zeggen. We gaan een rijbewijs zien, beste meneer. Ja, goed. Waar is je helm? Sorry, ik ben het vergeten. Zoiets vergeet je denk ik niet op mijn motor zo snel. Heb je drugs of alcohol gehad? Hij zegt bij de drugs van ik zit in de wolken, agent. En bij de alcohol zegt hij hoef ik geen antwoord op te geven. Is hier de gaas bij je? Geen idee, zegt hij. Goed. Mag even blazen van mij tot ik stop zeg. Blaas u maar eens. En ook maar. Ja, oké. En even een speekseltest afnemen. Dan gaan we daar even het resultaat van afwachten. Oké, die is positief op cannabis. Maar bij deze afstappen, u bent aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs. U bent niet de ambtelijke verplicht hier berechten. Mijn advocaatje gaat meewerken, want anders krijg je echt een pak rammel van me. Oh shit, hij gaat spacen. Hij is al aan het spacen trouwens. Hé, hey, staan blijven. Ik zei achtervolging te voet. Staan blijven. Hoppakee! Ja, dit is Wim niet hè. Wim zou dit goed oplossen, maar... Meneer, wat is even wakker? Nou, vragen we weer een hele mooie ambulance erbij. Ja, Pikkie Pikmans, Pikmans, hey, hoi. Rijdt alsjeblieft PO1. Kalman. Hij leeft. Nog gewoon nog. Niks aan het handje. Alleen even slapen, meer is er niet aan de hand.
Hey, een ambu. Wat een mooi ding, gek. Twee vrouwkes erop. Een vrouwkes, check die mannens. Dan ga ik eens checken naar die ambu. Way away. Dat is een schoon dingetje, hè, gemaakt door Wander. Nee, ik bedoel ministerie van Mods. Ik heet Wander dus. Nou ja, we gaan even kijken voordat hij... als hij weer leeft, dan staat hij op en dan nemen ze hem waarschijnlijk mee. En dan kan ik hem alsnog arresteren. Dan krijg ik gewoon een tweede kans. Maar ja, wat is het probleem, hè, vrouwke? Ik weet het. Jij niet. Ja, dood. Oh, je kan nu ook perform CPR. Zullen we dat eens doen? Iedereen afstand houden. Ah nee, wacht, dat zegt de ARD, dat zeg ik niet. Oh, ja, en rip. 1, 2, 3, 4, 5. Siep je succesvol. Stel hem van ons en wat kun je nou wel vrouwen? Hij leeft weer. Hij is niet dood. Hoi. Cheese. 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 1202 OC, we komen dan. Sta maar op. Poef. Oké. Okay. Firearm. Oh, 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 oh. Nou, hij was niet killed by een firearm. Want hij was gewoon mokerhard geslagen door deze beste meneer die ik zijn naam niet ken. En maar ja, goed, niet jullie probleem. Tevens leefde hij nog en hebben jullie hem in een plastic zak gestopt. Mensen, a.k.a. kijkers, ik ga jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Dat gaat zijn zondag. Dat gaat zijn met de motor. En dat gaat niet zomaar iets met de motor zijn. Want we maken iets mee, dat wil je niet weten. Dus ik zou zeggen tot dan. En zoals we altijd zeggen, groetjes thuis. En laat een blauw duimpje achter. Doei!